Ton Koopman, itinerair barok, barokke reis is de naam van het festival dat jij bent begonnen in de Dordogne. Hoe is dat ontstaan? Ik kocht een ruïne, echt een ruïne, een mooi oud huis uit 1500 ongeveer. Maar er stond nog een paar muren en één dakje was nog van een stukje en de rest was weg. En we hebben het laten restaureren en toen reed ik rond overal en zag ik overal de prachtigste kerkjes, de mooiste kerkjes, allemaal op slot. En prachtige kastelen die je ziet. En, bij Hevel kun je niet binnen, want die zijn privé bewoond. En ik dacht, ja, hier moet je toch wat doen. Maar wat doe je? Want die kerkjes zijn allemaal klein. 150 man maximaal, soms 80, soms 200, dan heb je het gehad. En dus daaruit is dat idee van de itinerair, een reisje langs de kerken. Ieder jaar zijn het andere kerken. En in iedere kerk zit een ensemble die daar speelt. Dit jaar is er ook een kasteel bij waarin gemusiceerd door een luitist. En die mensen blijven zitten. En als publiek reis je achter een motorrijder aan die een bepaalde kleur vertegenwoordigt die op je kaart staat. En na twee concerten, dan is het pauze, moet je eten. We zijn in Frankrijk. En dat kan gezamenlijk met meer mensen, je kunt je daarvoor inschrijven. En dat is vaak heel leuk in een kasteeltuin. Daar zijn de muzici ook, dus je kunt ook even in rust met de muzici praten als je dat wilt, dus aanraken. Tom, we komen. Hartstikke goed. Betere aanbeveling kunnen we niet krijgen. Dankjewel. Dankjewel.